We gaan even de stap maken naar het programma van komend weekend, want het is heel druk. Dan gaan we ook de favoriet even langzaam af en dan maken we daarin gelijk een zijstap, of eigenlijk een stap terug richting afgelopen weekend. 3 dagen cross, maar ik heb eigenlijk nog geen enkele crosser gezien die ook 3 dagen gaat doen. Het wordt allemaal gekozen. Of heb ik iemand over het hoofd gezien? Want allereerst, wat staat er op het programma? 2 crossen in Nederland. Mm-hmm. En ook nog overlappend 2 crossen in België. Maar dit heeft alles te maken met dat maandag in België een vrijdag is, een feestdag. Ja, klopt. Wapenstilstand. En ik denk eigenlijk dat de minst bezette van de 3, dat wel de cross in Rukve zal zijn. Nee. Ik denk de Van Berg. De Van Berg. Ja, is die nog slechter? Want in Rukve... nog slechter, ja. Ik heb de voorbeschouwing geschreven en daar hebben ze dan Laura Verdonschot bij de vrouwen, Niels van de Putten bij de mannen. Ja, dat was al redelijk weinig. Verdonschot komt er dan ook aan de start, omdat haar ploegleider Camille van den Berg ook parcoursbouwer en organisator is. Dus ze hebben het al via een omweggetje toch nog wel één grote naam weten te strikken. Maar... ja, het is net EK geweest, ook voor veel renners die een beetje het hoogtepunt ligt er weer achter hun, want dat was dan meestal het hoofddoel en de piek van die eerste seizoenshelft, van die eerste seizoensmaand. En ja, Rukve zat vorig jaar eigenlijk nog slechter, dan zaten ze op de donderdag na Val di Sole, denk ik, als avondcross, dus dat was nog erger. Nu dachten ze dan misschien, iets vroeger op het seizoen, dan gaat er misschien wel meer animo zijn, maar het bleek wederom heel moeilijk. En ze betalen daar ook geen startgelden uit, hè, wat dan de Belgische crossen wel kunnen. Het gaat over echt een kleine organisatie, dus dat is misschien ook wel logisch. Het is ook zeker geen kritiek op de organisatie of zo. Is gewoon heel moeilijk. Als je ziet dat op Lokeren X2O betalen wel startgelden, Super Prestige Niel juist hetzelfde. Dus ja, ga daar maar eens mee concurreren. Hè. Nee, ik denk dat de combinatie van de Nederlandse crossen interessant is en de combinatie van de Belgische cross is natuurlijk interessant. Dus Lokeren Niel zal een vaker gedane combinatie zijn, denk ik. Mm-hmm. Dan nou, zeker als Rukve. Ja, zeker als je natuurlijk gaat kijken naar de startgelden en de klassementen, ja. Is zondag, maandag in België vele malen interessanter, ook op televisie, dan zaterdag, zondag enkel in Nederland. In Nederland. Goed, aan de Nederlandse cross hangt natuurlijk ook nog een verhaal, Nick, over het belang waarom überhaupt de Van Berg cross zijn, want daar hebben we het over. Waarom die er is. Ja, nee, dat is inderdaad een nieuwe cross. Het is een cross eigenlijk, ook weer niet. Het is een cross die al bestond voor jeugd. En die zijn opgeschaald en die willen ook eigenlijk in essentie in het gat springen dat Gieten heeft achtergelaten. Dat is ondertussen ook al een paar jaar geleden. Dat bekend is geworden dat Gieten wegvalt. En toen was ik ook even benieuwd van, ja, maar nu zijn er dus dit weekend 2 crossen. UCI C2 crossen op het programma. Hoeveel procent van de gehele Nederlandse crosskalender deze winter is dat, denk je, Maxime? Ja, ik denk niet dat er van de... Met nationale crossen? Nee, UCI-crossen. Ja, ik denk niet dat hierna nog heel veel is. Nee, dit is een kwart van de alle Nederlandse crossen wordt dit weekend gereden. Het zijn in totaal 8, inclusief waar je het 1K bij NK bij meerekent. Oh, ja. Nee, dit is een cross die georganiseerd wordt door de regionale vereniging van de peddelaars, de wielervereniging. En die willen vooral jeugdrenners ook de kans geven en... Die hebben nu ook de ruimte en de tijd en het geld ook om een C2-cross eraan te organiseren. Om Nederlandse renners die ook wat meer uit het noorden komen. Hè, die niet de hele tijd dan richting het zuiden hoeven. Om richting België te gaan of in de regio Brabant te crossen. Om ook gewoon in het noorden te kunnen crossen. En ja, eigenlijk volgens mij is dit op papier evenveel punten waard. Op de UCI-ranking als bijvoorbeeld Lokeren. Ook C2. Ook C2, dus daar scoor je 40 punten. En die willen uiteindelijk wel doorgroeien. Dit staat trouwens compleet los van het EK-organisatie die een paar jaar geleden op de Van Berg Cross geweest is. Dat was, is dat Courage Events van Thijs Rondhuis? Dat staat hier volledig los van. En ja, maar de locatie is er.
En het parcours is, het zal denk ik wel bekend zijn. Dus het is een bekend parcours en een bekend rondje. En misschien zit hier wat toekomst in. En dan moeten ze alleen hopen de volgende keer dat er een betere locatie, denk ik, gevonden kan worden op de kalender. Dat het misschien gecombineerd kan worden met, weet ik, Heerdenstrand of zoiets. Dan krijg je inderdaad misschien weer die aanwas. Want nu, Niels, jij vroeg om de deelnemerslijst. Ik zie in ieder geval Loes Adegeest bovenaan staan op de site van de KNWU. Wegrenster, die denk ik één keer een leuk uitstapje gaat maken. En voor de rest bij de vrouwen, interessant en lezenswaardig verhaal. Afgelopen week op Wielenflits. Jamie de Beer doet mee. En onder meer Larissa Hartog, Iris Offerijn, Jinse Peters, Xaide van Sinai. Joyce van der Beek zie ik staan. Topfavoriet. Dus in ieder geval de namen die nu misschien nog niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar dat wel binnen enkele jaren. Nee, dit is misschien inderdaad, dit zijn de talentvolle rensters die richting de bovenkant gaan. En bij de mannen, Arne Baars vanuit België, die heeft zich ingeschreven. Maar we zien ook Bailey Groenendaal. Mees Hendricks zal daar denk ik de topfavoriet zijn. Samen met Danny van Lierop, een van de betere Nederlandse beloften. Dus in die categorie moet je het zoeken. Ja, zaterdag dus de cross van Rukve. En dan heb je zondag dus op twee fronten cross. Zowel op de Van Berg, een C2 cross, als de X2O badkamerstrofee in Lokeren. En dan maandag is er ook weer een super prestige manche in Niel. Dus een druk weekend, waarvan we dus ook sommige favorieten niet gaan zien. Zoals de Europese kampioenen, Fan van Empel. Die hoeven komende tijd eventjes niet te zien. Want het is een geplande ruststage, rustperiode, Niels. Ja, een beetje jaarlijkse traditie bij haar ook. Hè. Om na dat EK even rust te gaan nemen. Het eerste seizoen is niet zo super lang geweest. Maar ik kan me voorstellen, als je die beide disciplines wilt blijven combineren, dat er af en toe wel zo'n periode moet zijn. Nijs doet het niet, dus dat is dan ook wel opvallend. Die gaat wel gewoon door. Maar die heeft dan wel op voorhand een programma samengesteld waarin hij maar één cross per weekend telkens gaat rijden. Dit weekend ook trouwens. Hij kiest dan niet toevallig, denk ik, dan voor Lokeren. X2O cross, Golazzo, zoals we weten. En Niel gaat er dan een dag later links laten liggen. Het is ook exact het weekend eigenlijk waarin dat vorig jaar al die commotie ontstond. Hè, toen dat Nijs toen juist wel voor Niel koos en daarmee een buitenlandse wereldbekermarge links liet liggen. Waarop dan de commentaar van Peter van den Abelen op de status van de wereldbeker begon. Maar ik denk dat, dus we zien Nijs zondag voor het eerst in actie in Lokeren op ook. Wel een mooie cross. De crossparcours dat we kennen van het Belgisch kampioenschap van 2023. Het parcours is wel een beetje aangepast. Vaak met zo'n BK doen ze dat wel een extraatje. Ze hadden toen over de rivier een ponton gelegd en dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal terug afgevoerd. En het gaat puur om een cross, een explosieve cross rond de Mont-Henri, een klimmetje. Wel wat lusjes aangepast, maar geen hele grote aanpassingen ten opzichte van dat BK in 2023, zag ik. Sowieso interessant om Nijs daar te zien op toch wel dan toch weer een totaal ander parcours als wat we afgelopen weekend in Pontevedra hebben gezien, hè. Ride Magazine is overigens nu te koop online op ridemagazine.nl, op wielenfus.nl en in de boekwinkels.